Creatieve dinsdag bij Prille Mieke. De eerste dinsdag van de maand. Dus ik ga voor een scrapbook layout. Ik heb vandaag gewerkt met producten van Bella Boulevard en wat tinten groen linnenkarton. Als eerste heb ik wat vellen uit het pak Boy, uit het jongenspak van Bella Boulevard. Er zit heel veelzijdig, heel van alles in. En daar heb ik een eerste vel uit. Ik maak dit vel iets kleiner, dus standaard is een scrap vel 30,5 op 30,5 centimeter. Ik ben deze aan het afsnijden zodat ik daar een linnenkarton kan achterzetten en onmiddellijk al een kader heb. Dus ik snij het pak eigenlijk op 29 op 29 of 29,5 op 29. Dat is eigenlijk wat je zelf wilt. Je ziet hier dat ik een kleine omranding heb van ongeveer een halve centimeter. Hier ziet je dan ineens een van mijn besparingstips. Ik vind het een beetje zonde, want we weten allemaal, knutselmateriaal kost geld, ook papier. Dus wat doe ik? Ik heb alleen de buitenrand nodig, dus ik snij een heel vlak eruit en plak dan straks, enfin, nu zelfs, gewoon mijn dessertpapier op dat kader en er is niemand die ziet dat ik daar een heel vlak heb uitgesneden. En dat stuk kan ik nog heel goed voor andere dingen gebruiken. Dus voilà, dat is ineens een kleine besparingstip van Prullemieke. Bij deze is mijn basis klaar en heb ik een volgende papier genomen. Je gaat merken dat ik twee vrij drukke patronen heb gekozen. Het is niet het rode, dat is gewoon de achterkant waar ik op mijn afmeting op zet. En ik heb hier gekozen voor mijn vlak 20 op 20 centimeter te maken. Dat wil zeggen dat er nog meer als voldoende is dat zichtbaar gaat zijn, maar toch ook de basis dat dat patroonpapier ook naar boven komt. Met de overschotjes is het altijd nog leuk om een kaartje te maken. Hier komt nu dus mijn uitgesneden stuk al mooi van pas. Daar hang ik ook deze op. Dat noemt matten. Dus ik ga nu mijn mooi papier, mijn patroonpapier matten op dit groene papier. Zodat ook dat geeft extra dimensie. Probeer dat maar eens zelf. Leg eens als je je ene drukke patroonpapier op het andere patroonpapier zo legt zonder een extra randje. Dan gaat dat overgaan in elkaar en dan gaat dat niet zo mooi opvallen. Dat extra randje, dat doet dadelijk, dat doet het insectenpapier, zal ik het hier noemen, omhoog springen. Dat gaat meer naar buiten toe komen. Dus voilà, basis 1 en basis 2 zijn klaar. Dan heb ik mijn foto's. Ik heb twee foto's en die ga ik door midden snijden, omdat ik de reacties wil. Ik ga er drie stukken van de vier gebruiken, omdat de jongen met de witte t-shirt is eigenlijk staat identiek hetzelfde op de twee foto's. De andere, ja, mijn zoon, die drinkt eerst guitig mee en kan daarna zich niet houden van het lachen. Dat was een leuke situatie. Voor de duidelijkheid aan iedereen die denkt: zijn dat nu jonge gasten die bier aan het drinken zijn? Er zit limonade in de flesjes, hè? Het was gewoon een leuke zomerse namiddag en dat vonden ze wel tof. Dus ook die foto's zet ik op een stukje groen papier. Dat zijn afvalstukjes die ik hier heb. Je ziet dat ik daar al hulsblaadjes uit geponst. Ik heb altijd een bak met stukjes afval. En voor zo'n dingen zijn die perfect. Dan moet ik daar geen nieuw stuk papier voor stuk snijden. Ik sorteer die afvalstukjes per kleur. Dus voilà, dat is in drie verschillende kleuren. Wat ook leuk is, die kleuren schelen niet veel van elkaar en toch zijn ze verschillend. Maar dat geeft zo wel iets extra. Dus bij deze hebben mijn foto's ook zijn ze ook gemat en hebben ze een randje. Wederom is om de foto niet te laten verblenden in de achtergronden, maar dus om ze echt mee op te laten gaan in het geheel. Hier zie je ook dat ik dat gewoon met de schaar doe en niet met het snijmesje en de lat. Kan natuurlijk ook perfect, hè? Dat is waar je zelf het beste bij voelt, wat voor u het gemakkelijkste gaat. Ik doe dat nu graag snel met de schaar.
Dat lukt mij nog net om een beetje recht te knippen. Dan heb ik een cut-out van Bella Boulevard. Sinds ik die ontdekt heb, oh, dat is echt zalig. Ik had vroeger altijd zoiets van, ik wil ook van die mooie grote woorden op mijn scrapbook layouts. Maar ja, je hebt dan al een machine nodig en dergelijke. Maar dit is gewoon zalig. Zo kan je zien het gedeelte wat uitgesneden is en dat dus op de layout zal komen en de letters op het witte papier. Ik heb ondertussen nog eens in mijn bak gegrabbeld met groen en van alles gevonden. En die gaan we gebruiken voor de letters. Dus alles, al die letters op dat wit papier, die knip ik allemaal uit. Er zijn ook wat grijze stukjes bij. Die grijze stukjes zijn de kleine stukjes waar de letters overlappen. Zoals bijvoorbeeld bij de H en de A van happiness. Zie je dat die stukjes bij het laatste beentje van de H en het eerste van de A wat overlappen. Ook die stukjes kan je nog eens apart uitknippen. Wat dus, zoals ik nu doe. Wat dus een echt heel leuk effect gaat geven. Dat gaat je zien op het einde als ik ze allemaal in elkaar plak. Dus het eerste is even al die letters uitknippen. En daar ga ik even mee verder spoelen, zodat jullie niet te lang moeten wachten en kijken naar hoe ik lettertjes uitknip. Voilà, bij deze zijn die letters en die kleine stukjes allemaal uitgeknipt. En die ga ik nu allemaal plakken op het patroonpapier wat ik nog heb. Dit zijn allemaal stukjes van het coordinationspapier. Dat zal ik ook linken in de omschrijving. Is ook altijd heel leuk om te gebruiken op scrapbookpagina's. En overschotjes, voilà, die kan je hier gebruiken. Wat dus nu wel belangrijk is, is dat je die met de bovenkant van de letter erop plakt. Want anders zet je straks je letter in spiegelbeeld. Dus de bovenkant, waar je dus eigenlijk de inkt nog ziet, daar doe je de lijm op en die kant plak je op je patroonpapier. Ik ben hier de kleine stukjes, ik heb een stuk donkerder papier en daar ben ik die kleine stukjes, zodat die goed opvallen waar dat zogezegd twee letters overlappen, gaan die dan wat donkerder zijn. Zo, dat plakken. Daar heb ik er eentje verkeerd geplakt. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Daar had ik op de achterkant van de letter de inkt gedaan. Dus die heb ik daarna nog eens opnieuw moeten uitknippen. Dat is een vergissing, dus geen ramp natuurlijk. Maar die heb ik opnieuw moeten doen. Toen daarin merkte ik van, oh, goed opletten dat je je lijm aan de juiste kant doet en dus niet je letters in het spiegelbeeld hebt. Dan zijn die letters allemaal opgeplakt en moeten die uiteraard ook weer allemaal uitgeknipt worden. Ook dat ga ik jullie besparen, anders gaat het filmpje toch maar veel te lang duren. Dus ik ga ook hier eventjes doorspoelen. Voilà, kijk eens aan. Een vingerknip en alles is geknipt. Nee. Dus, nu komt het puzzelwerk. Dus. Hier ben ik de kleine stukjes er eerst op aan het plakken. Het is natuurlijk belangrijk dat ik die eerst plak, want die andere letters waar het overlapt, die heb ik volledig uitgeknipt. Dus als ik die niet eerst zou plakken, dan zouden die zelfs bovenop de ganse letter komen en dan heb je het verschil in patroonpapier niet. Dus plak eerst. Amai, ik zeg heel veel dus. Maar goed, plak eerst de kleine stukjes en ga dan pas de volledige letters erop plakken. Ik gebruik hier de Nuvo Deluxe Glue. Vind ik een hele handige hiervoor. Zou met de Dutch Doobadoo Glue Pen ook perfect gaan. Ik heb nu toevallig deze net naast mij liggen. Die heeft een hele fijne doseerdop, waardoor dat je niet zo heel veel klodders lijmt. Het is een vloeibare lijm, dus niet altijd handig om zoiets te doen. Maar met deze lijm gaat dat dus wel heel goed. Plus die droogt heel snel. Als je dat er een 3 secondjes vasthoudt en er goed op duwt, dan is die lijm al droog. En daarom werk ik toch wel heel graag met deze lijm. Wat ook een voordeel is, je kunt daar niet zo heel veel. Ja, je kunt dat natuurlijk wel. Maar doordat hij zo een smal doseerdopje heeft, komt daar niet super veel lijm uit. En gaat uw papier ook niet opbollen. Hier ben ik even een stukje van die A aan het afknippen. Waarom doe ik dat? Moet dat per se? Nee, dat moet niet per se.
Maar ik heb daar ondertussen drie lagen op elkaar. Meer zelfs, want ik heb het witte lettertje er ook nog tussen. En doordat hij dan zoveel lagen papier, dan ging ik mijn woord niet meer mooi plat kunnen leggen. En daarom heb ik daar toch alvast één laagje van weggeknipt. Voelt je daar niet zo goed bij of durf je daar niet zo goed? Laat het gewoon zijn. Het kan echt geen kwaad. Zie je, dat is dus die N die ik verkeerd had uitgeknipt. Die heeft dan ook een mooie achterkant ineens. Hè. En ook daar ben ik nu, ik zie dat ik even uit beeld ga, dat klein hoekje aan het wegknippen. Wederom omdat ik anders vind dat de lagen te dik worden. Hier bij die E heb ik dat niet gedaan, omdat dat ook simpelweg, ik vond dat te moeilijk. En ik dacht, hier ga ik het laten. Maar ook daar had ik dan meerdere stukjes, die meerdere lagen die overlappen. Eigenlijk kun je spreken van in totaal 6 lagen papier, wat toch al wel, waarvan 3 lagen van het patroonpapier, dat toch altijd dikker is dan gewoon printpapier. Voilà, mijn laatste letter. En mijn woord is klaar. Kijk eens, is dat niet super tof? Ik vind het althans super tof. Nu kan ik mijn heel layout samenstellen. Dus mijn foto's. Mijn woord neemt heel veel plaats in beslag. Dat is echt wel het. Ja, hoe zal ik zeggen? De eyecatcher van de layout. Maar ik vind dat mijn foto's, doordat die niet te groot zijn, past het geheel echt wel leuk bij elkaar. Dus ik ben wel tevreden. Het is een drukke pagina, maar ook dat vind ik in dit geval niet zo erg. Het is altijd een beetje goed meten waar ik welke foto, aangezien ik de belangrijke stukken, zoals de jongens op de foto, toch wel belangrijk vind zien. Ik wil van mijn patroonpapier op de achtergrond nog wat kunnen zien. En natuurlijk, het woord moet er ook mooi op passen zonder dat die een kind overlapt. Dus voilà. En dan alleen het woord nog. Voilà. En zo bij deze is mijn layout klaar. Het enige wat ik achteraf nog gedaan heb toen ik al gestopt was met filmen, is met een witte gelpen een randje, een stikrandje, nog getekend. Misschien dat je dat op de foto wel duidelijker gaat zien. Daar zoom ik nog wat in. In ieder geval hoop ik dat jullie geïnspireerd zijn om ook eens aan de slag te gaan. Alles staat in de beschrijving van materialen. En ik zou zeggen, daag jezelf uit en heel graag tot een volgende keer. Abonneer je zeker op ons kanaal, er komt altijd nog meer.